tweede hond of een tweede vrouw? Nee, een tweede vrouw, dat wordt niks. Daar is geen cursus voor in leven te roepen, zullen we zeggen. Ah, wie noemt een tweede vrouwelijke hond? Ja, kijk eens even. Nou, daar zijn ze elk ogenblik weer. Ah, ja. Ze zien er echt hartstikke schattig uit, maar als je ze dan bezig ziet, dan krijg je toch weer de angst. Maar ik ga er zo even eentje halen. Oh, ik zou die hond bijna nemen. Ja? Ja, ik zou die hond bijna nemen. Waar is het allemaal? Ik heb wat met herders. Oh, ik zou even kijken bij jou. Hallo, fotosmurren. Leuk, hè? Ja, je is zo blij hond, hè? Ja. Nou, hiermee willen wij natuurlijk ook graag even laten zien dat wij hele leuke sociale honden hebben. Ja, en ze drinken gewoon uit de emmerwater. Ze sterven van de dorst. Dat hebben wij ook natuurlijk met dit weer. Het is ook niks warm. Kijk eens even, daar komt onze FBI-hond weer. Hallo. Hoe is het? Heb je ook al water gedronken? Hè? Zo gaat dat. Ja. Wel, dames en heren. We gaan zo meteen beginnen natuurlijk met deze demonstratie. Spectaculair om te zien hoe deze honden helemaal zijn opgeleid. En het pakwerk zien als spelen. En de beloning is het bijten. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed komen. Ben je er klaar voor, Esther? Ja, we zijn er klaar voor. Zet hem op. Eén ding wil ik nog even vragen voordat Esther het woord neemt. Dames en heren, we hebben in het volgende blok ook nog een uitdaging voor iemand die we ook nog eventueel trappenlopen kunnen laten meedoen. Dus als u zin heeft om te zeggen, ik wil graag een ander deeltje meedoen. Wie denkt, ik ga dat onderdeel even meedoen? Iemand uit het publiek, het trappenlopen. Meneer Jega, nou, komt u even deze kant uit. Over 20 minuten, dan bent u aan de beurt. Wie bent u, meneer, als vraag man? Gerard Joling? Gerard Joling? Joling. Oh, Joling. Ik denk Gerard Joling, dan moet die gaan we weer gaan zingen natuurlijk. We gaan zo meteen wat dingen omschrijven. Dan gaat u dadelijk ook de trap op en af, hè? Twee keer. Ben je een beetje sportief? Ik is goed. Ja, dat is goed. We gaan het meemaken dadelijk. Hartstikke goed, want dan ga je tegen Gary, hè? Dat weet je. Heel goed. Wel, nou, daar is hij voor jou. Kijk, het plein is ondertussen alweer een beetje opgeruimd. Alle honden die zijn weer een beetje naar de zijkant vertrokken. Rotterdam, welkom bij de laatste demo van de politiehondenverenigingen van Zuid-Holland in het KNPV demo-team. Als eerste willen wij u graag laten zien hoe wij een hond opleiden tot politiehond. Wij leiden als particulieren al onze honden op volgens de norm van de KNPV, oftewel de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging. En eventueel ook nog langs de fiets. En wij moeten onze honden leren ook om bijvoorbeeld door een menigte heen te kunnen lopen. Wat ook heel belangrijk is, is dat de grote dop in de voorkant, wat wij neus noemen, dat die goed gebruikt wordt. Wij kunnen onze honden voor diverse dingen inzetten. En dat is onder andere voor het zoeken van een kistje. Dat kistje dat gaat eigenlijk voor een voorwerp, wat allerlei zaken kan zijn. En het kistje heeft bepaalde afmetingen, namelijk de handbagage die neemt maar iets in het vliegtuig. U zag net een jonge hond, onze Lookie. Op die manier leren wij de honden. En hier hebben wij Hunter. En Hunter is een Mechelse herder. En onze Mechelse herder laat even zien hoe goed hij zijn eigenaar kan vertellen op een 100 meter afstand waar hij dat voorwerp gevonden heeft. In de KNPV kun je terecht op diverse rassen. We hebben zojuist al de Mechelse herders, de zwarte herders en de Rottweiler gezien, maar ook de Dobermans, de Wiesestaatsers, de Bouffiers, de Airedale-terriers en alle herders, alle soorten en maten, die zijn welkom. Mits de hond groter is dan 55 centimeter en bij voorkeur niet groter dan 7. Met zo'n 5.500 leden verzorgen wij dus de honden voor de politiediensten in Nederland en ver in het buitenland. We leggen nu een hond klaar voor het voedselwijzen. Want naast dat een hond iets moet kunnen opzoeken, moet een hond ook heel goed op een appel staan en moet de hond beheersbaar zijn. Dat betekent dat als de hond wordt neergelegd en achter wordt gelaten, dan probeer deze hond om te verleiden. Dat is de borst. Mag de hond weer niet
wordt toegeworpen, mag de hond dit niet aannemen en dient dit te wijken. Vincent kan ook binnen met een Mechelse herder en deze Mechelse herder is al in het bezit van 2 certificaten. Vincent laat de hond achter op een laptoptas. En als er een toevallige voorbijganger voorbij komt, maar er komt geen dreiging vooruit, moet de hond deze gewoon met rust laten. Pas als de verdachte dit probeert weg te nemen, dient de hond in te grijpen door in te bijten. Even over in de andere modus, want hij dient namelijk daarna terug te keren naar het voorwerp om het voorwerp weer verder te gaan bewaken. Vandaag hebben wij een hele speciale demo. Want naast onze volwassen honden en jonghonden die we hebben, hebben we straks ook nog een veteraan. Maar die gaan we later in het programma een keer bekijken. Wat is ook nog heel belangrijk, is de opbouw van de hond. Duco is met een van onze jongste leden. En op deze manier leren wij een hond bijten. De hond wordt aangeplaagd. En mag dan bijten op het speciale mouwtje dat daarvoor ontwikkeld is. Een hond mag in Nederland op dit programma overal bijten. En met overal bedoel ik ook inderdaad overal. Maar om de helper zich goed te kunnen laten kleden hiertegen, leren wij de hond bijten op bepaalde plekken op de arm of op het been. Nu komt ook Hans in beeld. Hans is onze pakwerker. Hij doet vandaag het zware werk. En zwaar werk is het best, want het is in zo'n bak best heel erg warm. Dat bak dat is gemaakt van jute en leer. Sandra komt met Scar binnen en die gaat even laten zien hoe we van iets oudere hond gaan leren om over te stappen van het mouwtje naar het pak. De hond wordt gezet op de plaats waarop wij graag willen dat hij voortaan gaat bijten. Op dit moment is dat dus de bovenarm. De dreiging met de stok krijgt hij nog steeds, maar hij krijgt op dit moment geen stokslag. Pas later in het programma, als de hond nog nagenoeg klaar is om gecertificeerd te worden, zal er ook een stokslag uitgedeeld gaan worden. Deze stokslag is niet heel erg. Dit is een draaglijke stokslag over de rug. Hiermee leren wij de honden dat het niet altijd even plezierig is en dat er ook mensen zijn die gaan proberen hun iets aan te doen. Ze mogen daar niet van schrikken en ze moeten ten alle tijde klaarstaan voor hun geleider. Ook op het been wordt de hond gezet. En op deze manier leren wij hem dus dat hij ook op andere plekken mag bijten. Al ruim 100 jaar verzorgen wij bij de KNPV voor alle politiediensten binnen Nederland en alle politiediensten buiten Nederland voor de honden. Onze honden gaan na een training van zo'n ruim 3,5 jaar. Zodra ze gecertificeerd zijn, worden ze dan verkocht naar bijvoorbeeld de politie, de douane, de luchtmacht, maar ook bij bijvoorbeeld de spoorwegpolitie of de beveiliging kunnen onze honden terecht. Een hond is een zeer effectief middel om in te zetten, zowel bij de politie als bij de surveillance-diensten. Zodra een hond dan na zo'n 3,5 jaar gereed is om naar een examen te gaan, worden al deze oefeningen volledig zelfstandig uitgevoerd. De geleider blijft dan op zo'n 25 meter staan en geeft de commando's aan de hond. De hond werkt dan ook volledig zonder lijn of zonder halsband. De afgelopen 2 dagen hebben naast hier de Weer of Havendagen ook bij ons in de KNPV
verenigd staan op de Nederlandse kampioenschappen. Op de Nederlandse kampioenschappen worden de beste honden laten zien van dit jaar. Aangezien het een Nederlands programma is, is dat dus ook het hoogst haalbare op dit moment. Onze honden zijn ook zeer geliefd over heel de wereld. Wij zijn misschien niet zulke hele goede hondenafrichters, maar vreselijk goede hondenfokkers. Edwin. Of Ed. Ja, ik ben een van de drie Eds. Het is hartstikke mooi, maar we hebben nog iets bijzonders, hè, zo meteen. Wie komt hierna? Wie komt eerst? Eerst die nog, eerst Hunter. Hunter komt vanaf de andere hoek. Hunter wordt ingezet, de verdachte probeert te schieten. De hond gaat bijt in en doet de verdachte tot stilstand brengen. De hond wordt losgeroepen. Zoals je ziet worden de honden iets van brutaal. Het is ook niet gek als je zo'n 8 demo's in 2 dagen gedraaid hebt. De verdachte probeert de hond weg te werpen door stukjes naar hem te gooien. Die stukjes zijn stukjes brandweerslang. Dit doet niet zeer, dit is puur alleen maar om de weerbaarheid van de hond te testen. De hond gaat er netjes achter zitten en bewaakt deze verdachte. In het transport kan er van alles en nog wat gebeuren. De hond moet dan altijd de geleider beschermen. De hond blijft er netjes bij en houdt hem in de gaten. En zodra hij probeert de geleider aan te vallen, dient hij dit te beletten door in te bijten zonder commando. Maar zoals Ed net al zei, hebben we nu iets heel bijzonders. Want vandaag zal onze veteraan Biko afscheid gaan nemen. Afscheid voor het publiek hier in Rotterdam. Biko heeft een fantastische staat van dienst. Biko heeft 3 certificaten gehaald en heeft de laatste 5 jaren ingezet geweest voor demo's. Die staat dus nu ook al voor de 5e keer op de Rotterdamse Wereldhavendagen. U ziet, Biko houdt alles goed in de gaten en gaat er nog achteraan. Zelfs op deze leeftijd weet Biko de verdachte nog steeds tot stilstand te dwingen. Wij willen bij deze ook iedereen even meenemen het veld op om Biko de laatste eer te bewijzen. Biko, bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Wordt voor de laatste keer even ingezet. We zullen met Biko nog even langs het publiek gaan. Want iedereen mag even gedag zeggen. Want wij willen namelijk graag laten zien dat onze honden ten alle tijde, ook als ze aan het pak zitten, absoluut vertrouwd zijn om aan te halen. Ik zou zeggen, ga je gang. Doe hem eens aanhalen. Laat onze Biko nog één keer zien hoe fantastisch onze honden zijn. En hoe vreselijk leuk wij het vinden om met hun dit te kunnen doen. Ja, dames en heren, en laatst geven, ga ik even een gigantisch applaus geven. De mensen van het team KNPV en natuurlijk in het bijzonder hond Biko, die vandaag dus met pensioen gaat. Ongelooflijk mooi. En die dadelijk waarschijnlijk bij een van de geleiders thuis gaat wonen. Om daar de rest van zijn leven als een huishond door het leven te gaan. Goed zo, fantastisch mooi om dit allemaal te zien. Dankjewel. En mooi dat je ook emotioneel werd. En je moest wel dadelijk een pakketje geven aan hem natuurlijk. Ja, hè? Dat gaat, daarnaast zal er nog een aantal dingen zijn. Hij krijgt dadelijk zijn snoepjes weer. Goed zo. Ach, daar komt de oude FBI-dibbers ook aangelopen. Die hoort er natuurlijk bij. Thank you.
Goed, dames en heren, het is bijna 4:50. Over een 3,5 minuut.